Vrijdag. Wat film is dat? Dit is Frankenstein, het origineel uit 1931. Iedereen kent dat natuurlijk wel, maar ja. Dit is een echte klassieker uit de jaren 30, die eigenlijk iedereen ooit een keer gezien moet hebben. Ik denk dat heel veel kijkers hem wel gezien hebben en die kunnen dan waarschijnlijk wel voor 12 uur naar bed. De rest die moet dan maar om 10 over 12 bij Net 5 even melden voor deze film. Die niet vervelend is, wel in zwart-wit, maar niet vervelend. Het vervolg Bride of Frankenstein is nog beter, maar hier doe ik het ook voor. Nou, zal ik even wat iconen van de primetime wereld laten zien? Dat is grotendeels uit de muziekwereld in dit geval, maar ook wel uit de film. Nou, hier in de keuken staat, ik zal mijn stoel er even voor weghalen. Bijvoorbeeld, daar hebben we Poison Ivy, inmiddels wel op leeftijd geraakt, maar al muziekmakend in de Cramps vanaf mid jaren 70. Een van de fundamenten van onze muzikale smaak is hele ruige rockabilly uit de jaren 50. En de band die dat voor ons heeft opengebroken, zeg maar, waren de Cramps. Rockabilly punkband uit de jaren 70. En die coverden nummers van die artiesten uit de jaren 50. En zij hebben G en mij daarmee op het spoor gezet van heel veel obscure muziek uit de jaren 50 en 60. Het is een hele ruige, wilde band. En ze begonnen die band toen ze tegen de 30 liepen en ze lopen nu tegen de 60. En ze doen in wezen nog net zo. De zanger loopt rond op hoge naaldhakken op het podium en een vrouw in een slipje. En ruiger dan de meeste kinderen van 18 jaar, bij wijze van spreken, zouden kunnen durven doen. En wat heb je? Opwinding, wildheid, agressie. Opstand, je eeuwige jeugd, zit er allemaal in hier. Dus er zijn mensen die kunnen zich nog precies herinneren wanneer het bij hun de vonk oversloeg, hè? Ja, I Feel Fine van de Beatles ongeveer, die periode moet je ongeveer denken, ja, 65. En wat gebeurde er toen? Nou, sinds die tijd heb ik alles altijd bijgehouden. En gelukkig ben ik niet al te ver afgedwaald van het rechte pad, zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen op een gegeven moment van ja, geef me de Dire Straits maar of zo, en dan blijven ze daar ook bij. Wij blijven een beetje meer in de rechte lijn, zeg maar. Van Elvis via de Ramones naar pak een beet wat er nu speelt. In veel van die muziek zit iets simpels. En ik zie het leven ook wel als, ja, simpels wil ik niet zeggen, maar heel veel dingen in het leven zijn denk ik wel eens zwart-witter dan sommige mensen het maken. En ja, dat zit ook in veel muziek. Dat bedoel, veel dingen worden noodloos ingewikkeld gemaakt. En dat geldt voor muziek en dat geldt ook voor veel problemen in het leven. Je ziet mensen wel eens omkomen en dingen dat ik denk van ja, zo moeilijk is het toch niet? Momenteel hebben we ook een serie in primetime over dubbele live LP's. We zijn er ooit mee begonnen, of ik ben er ooit mee begonnen, omdat er ooit een top 100 van dubbel LP's ergens in stond. Maar de live LP's mochten niet meedoen en ik vond dat zo, hè? Waarom dan weer niet, hè? En dus de dubbele live LP. En deze week aan de beurt is Velvet Underground Live 1969. Officieel heet die zo. Live with Lou Reed, 1969.
En dan zetten we eronder op welk label die uit is gebracht. Kijk, dit is natuurlijk allemaal totale kolder, maar het vult wel, hè. Als je er niet genoeg films zijn, dan moet je het op een andere manier oplossen. En ik ben ooit aan zo'n serie begonnen. En wanneer hou je op? Ik weet het niet. Is dat een soort plicht dus? Alleen voor mezelf. Ik denk dat niemand klaagt als deze rubriek verdwijnt, hoor. Wat voor mensen zijn jullie abonnees eigenlijk? De meeste ken ik niet. Ik zou het niet weten. Er zijn al een beetje mensen die waarschijnlijk een beetje fanatieker zijn op een hele hoop gebieden dan de gemiddelde mens. Het zijn mensen die niet zomaar een plaat kopen, maar fanatiek zijn over een bepaalde plaat of band. Mensen die niet zomaar de dvd-kast vol moeten hebben met 20 dvd's en dan is hij vol, maar die dan gelijk 200 dvd's moeten hebben, weet je wel. Want alles wat dan leuk is, moeten ze hebben. Mensen die niet één boek per jaar kopen bij de AC, maar die gewoon elk boek wat verschijnt, waarvan ze denken dat zou het kunnen zijn, ook moeten hebben. Ze zijn allemaal fanatieker dan gemiddeld. Het zijn mensen die veel schrijven naar bladen, mensen die blogs hebben op internet, mensen die zelf blaadjes maken, mensen die zelf muziek maken, mensen die zelf, nou ja, vul maar in. Mensen zoals jij en Jan begrijpen. Nou ja, dat soort, hè. In dit geval zal dat wel zo zijn, ja. De Primetime Magazine Film Top 3. Op 3 in de Primetime Film Top 3. The King, Elvis. The 68 Comeback. Omdat het Elvis is die in 1968, na 10 jaar niet optreden, eindelijk weer eens de gitaar ter hand neemt voor het groot publiek. En vriend en vijand verbaasd met het bijna heruitvinden van zijn eigen muziek. 2, en dan krijg je dan film top 3. This is Spinal Tap. Een fake-umentary, oftewel een rockumentary. Over een niet bestaande band die Amerika probeert te veroveren, maar verschrikkelijk ten onder gaat. Dolkomisch, de gitarist, die beweert bij hoog en bij laag dat de versterker die hij op 11 draait toch even harder gaat dan de gemiddelde versterker die tot maar de 10 haalt. The numbers all go to 11. Look, right across the board. 11, right. 11, and most 11, of the amps go up to 10. Exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder? These go to 11. En de nummer 1 in de Primetime Film Top 3, Plan 9 from Outer Space. Door velen genoemd als slechtste film aller tijden van de slechtste regisseur aller tijden, Ed Wood. Kartonnen sets, non-acteurs, vliegende schotels aan draadjes. Zeg maar dat hier het ongeveer begon met de heren van Primetime om te beslissen een blaadje te maken en te schrijven over dit soort films. A woman startled by the sight in the sky telephones the police. Rockets were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. Wij hebben allebei wel een soort enthousiasme in ons. Als wij iets leuk vinden, dan vind ik het zonde, en ik in elk geval, en dat geldt voor G ook, om dat voor mezelf te houden. En dan wil je dat dus aan iemand laten zien, horen, nou ja, wat dan ook. En dat is een beetje de gedrevenheidsgedachte achter de Primetime. Er kan altijd iets gebeuren dat je erbij op moet houden, of dat het zo ver gevorderd is dat we zeg maar een elektronische e-mail uitgave kunnen doen. We hebben tegenwoordig al wel handige linkjes erbij met een e-mail nieuwsbrief. Maar ik denk dat we toch altijd de papieren versie toch wel in ere zullen houden. Ja. Gewoon omdat het sowieso al zoveel blaadjes verdwijnen. Dus dan gaan wij.
Die ziet niet meer dan wat hem voorgeschoteld wordt. En de gemiddelde zender die blijft steken bij de oppervlakte. Laten we voor het gemak maar zeggen, de A-cultuur. De films gemaakt voor veel geld, dat is wat veel mensen zien. En veel films die wij leuk vinden, die komen überhaupt dan niet op tv. Die zijn heel lang blijven steken in het videocircuit. En dan ook vaak nog alleen in Amerika, gemaakt door mensen die een eigen bedrijfje hadden. Dus de gemiddelde mens komt daar ook niet mee in aanraking. En nou ja, het was onze taak altijd een beetje om die B-cultuur even wat, ja, de bladeren eraf te vegen en het aan mensen te laten zien. Tell me how to get there. Just drive down there, about 3 blocks. That's Willowcrest. 1243, it's only a few doors up. Zeg je moeder nou nooit een keer tegen van Jan, jongen, word nou eens een keer volwassen. Dat heeft mijn moeder wel heel vaak tegen mij gezegd, maar ze is er ooit mee opgehouden. Omdat ze wel doorhad dat zinloos was. Bovendien vind ik het hele idee van volwassen moeten worden nonsens eigenlijk. Waar staat of waarom zou een mens volwassen moeten worden? Wat is volwassen? En waarom zou je dat moeten willen worden? Wat levert je dat extra op dat je kunt zeggen, ja, eindelijk, ik ben volwassen. Nee, het is een soort... Het opgewonden kunnen raken van iets wat je niet kent, wat je voor het eerst van je leven ziet, hoort, leest en waar je wild van wordt, van enthousiasme. Dat is iets wat ik het liefst tot aan mijn dood bij me zou willen houden, bij wijze van spreken.